In een bakkerij aan de Oostpolderweg in Moordrecht is zaterdagmiddag 7 juli brand ontstaan. Op het moment dat de brandweer arriveerde, had het aanwezige personeel de brand al geblust. De brand was ontstaan in een oven. In april 2009 is de fabriek getroffen door een grotere brand. De aanpassingen die daarna in het bedrijf zijn aangebracht lijken gewerkt te hebben. Dit keer is de brand niet doorgeslagen naar het dak van de fabriek. De brandweer heeft de situatie wel grondig gecontroleerd.